Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Zoals jullie zien was Jordi het nieuws aan het kijken en is ondertussen zijn flesje aan het drinken. En Leo die lag nog te slapen. Dan moet ik er wel bij zeggen. Het is nu 8:50. Maar als ze het nodig hebben, moeten ze lekker slapen. Dus ik ben nog even met Jordi bezig. En morgen gaat Jordi onder het mes voor een nieuwe botoxbehandeling. Dus ja, hij is vandaag wel vrolijker opgestaan dan dat hij gisteren opgestaan is. Ja, dat is natuurlijk heel eventjes afwachten hoe dat het loopt. Voor nu is hij lekker zijn flesje aan het drinken met zijn medicijntjes. Ja, ja, mama is er. Altijd eventjes contact hebben, hè. Ja. Dus, maar goed, in ieder geval. Ach ja. Ik ben fruitje aan Jordi aan het geven. Dit is wat hij krijgt. Dit is perzik met mango en een koekje en alles erop en eraan. En hij vindt het lekker. Oh. Er zitten ook een paar stukjes in. En daar is hij ondertussen ook nog op aan het kouwen. Hé hey, jongen. Het is lekker eten, hè? Hoppakee. Hij is ondertussen ook Boomba aan het kijken. Omdat er wat stukjes in zitten, zodat hij koud. Aap, goed zo. Jordi ligt in bed. Liam is nog klaarwakker. Jordi is trouwens ook nog wakker hoor. Maar deze boef is nog klaarwakker. Je gaat daar een flesje krijgen. En dan gaat hij slapen. Hij is nog steeds wakker. Hij heeft niet geslapen, hè? Nee, je bent al de hele ochtend wakker. Ja. Jordi is inmiddels alweer wakker. Die ligt lekker zijn flesje te drinken. Zijn ranjatje. En juf Roos te kijken natuurlijk. Heeft hij zelf uitgekozen. En ik zit hier deze andere grote vent de fles te geven. Mama is er moe van. En ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan, want ik heb de puf vandaag niet. Maar ja, ik altijd als zenuw heb voor de volgende dag, in verband met Jordi bijvoorbeeld. Dan komt er niks uit mijn vingers. Maar ja, in ieder geval, ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Oh, ik ben ook nog moe ook. Oei, oei, oei. Ik ben moe geboren, denk ik. Maar ja, ik ga heel eventjes deze grote vent zijn drinken verder geven. Ja. De kindjes liggen al even te slapen. En er komt gewoon helemaal niks uit mijn vingers nu. Hè. Ik krijg niks gedaan. Dat komt omdat ik zenuw heb voor morgen. Morgen, als Jordi eenmaal weg is. En dan kan ik wel wat dingetjes doen. Maar nu, nou komen de zenuwen eventjes en dan, het is hier zo'n puinbende, hè. Nou, als je hebt opgeruimd een dag, dan is het hier weer een puinbende. Maar ja, in ieder geval, Niels is heel eventjes alvast het stoeltje overzetten. De buggy in de ding zetten, in de auto gebeuren zetten. En ik heb net de spullen van Jordi in orde gemaakt, speelgoed in de tas gedaan. Kleding klaargelegd, enzovoorts. Zorgen dat er gewoon dat hij morgen genoeg eten mee heeft. Morgenochtend doe ik heel even voor Niels zijn brood smeren, zodat hij dat vers mee heeft in ieder geval. En dan ook gelijk eventjes een fles oranje voor Jordi maken. En
Zorgen dat ze flessen in de tas zit, zodat hij in ieder geval een fles pap na de OK kan drinken. Dat heeft hij toch altijd wel graag. Dus die krijgt hij dan zodra hij uit de OK komt. En ja. Ik vind dat zo irritant, hè, die één ouder gebeuren. Het liefst was ik er gewoon bij geweest. Maar ja. Ik weet dat als ik er echt per se bij zou willen zijn, dan zou dat kunnen. Maar dan moet ik oppas regelen voor Liam. Iedereen werkt 's morgens. Ik ga gewoon niet dan oppassen proberen te regelen. Dat ga ik gewoon niet doen. Dat vind ik niet nodig. Maar toch, het is en blijft weer een ingreep. En hoewel ik blij ben dat hij die ingreep krijgt, was ik het liefst zelf met mijn dikke neus erbij. Zodat ik gewoon zie aan hem hoe dat hij er uit de narcose komt en... Ja. Maar ja, dat is iets wat gewoon in mij zit en waar ik gewoon mijn eigen altijd druk om maak. En ja. Maar goed, dat is mijn zielig verhaal. Daar moeten jullie het mee doen. maar goed, ja, ik ga heel eventjes een broodje eten, want ik heb niet genoeg gegeten vandaag. Ik ben een beetje... Beetje dat ik zoiets heb van ik mis eten. Dus ik ga eventjes een broodje eten. En dan is het denk tijd om naar bed te gaan. En zo. De volgende swipe is het donderdag. Een hele goede morgen. Dit ziet er ook weer uit. Ik heb geen zin om dat te doen vandaag. Jordi en Niels zijn nu... net de deur uit en ze gaan onderweg naar Nijmegen toe. Ik ben nu dus alleen met Liam en Joef. En ja, Niels die gaat dus rijden. Ja, gaat papa weg, hè? Ja. Maar ja, in ieder geval, ja, dat gaan we dus vandaag doen. In spanning zitten. En ja, dat is nou eenmaal zo. Goedemorgen. Wij zijn bij het Radboot aangekomen. Ja. We gaan nou naar binnen. Volgens mij moeten we eerst door coronapost. Maar dan komen we wel doorheen, hè, Jordi. Ja. Hij is een beetje aan mopperen. Maar daar kun je lekker spelen, hè. Oké. Okay. Nou, we gaan snel weer rijden. Het is allemaal goed gegaan. Met Jordi. Hij is zo stoer, hij heeft niet eens gehuild. Ja. Jordi is lekker aan het spelen. Hey Jordi. Ja, dan mogen we zo naar huis. Hey, een vriendje. Je bent echt een hele grote stoere jongen. Want hij heeft niet gehuild. Hij is nu lekker een beetje aan het spelen. Zij vermaakt zich eigenlijk wel. Ja, dan gaan we zo weer naar mama en Liam toe, hè? Wij hebben de hele tijd in spanning zitten wachten. Maar Jordi die is natuurlijk uit de narcose allemaal goed gegaan. En ze komen dadelijk naar huis. Ze mogen als het goed is nu naar huis. Ja. Ze krijgt daar een berichtje dat ze onderweg zijn. En ondertussen ben ik met Liam bezig. Hm? Dat ben jij, hè? Dit ben jij. Ja. Maar ja, ben je knap, hè? Ja. Ja. Jouw grote broer had niet gehuild. Nee. Mijn grote broer is super stoer. Ja. In ieder geval, straks gaan we eventjes vertellen wat ze precies hebben gedaan. Nu ga ik heel eventjes met Liam verder zitten. En eventjes wachten totdat Niels en Jordi thuiskomen. Want ik wil mijn mannetje vasthouden. Ja. Yeah.
Niels is weer thuis. In een buggy, in plaats van in de in kinderwagen. Ja. Hij moet heel eventjes voor Jordi medicijntjes ophalen voor de oor te druppelen. We leggen straks wel uit hoe en wat. Jordi ligt in bed. Die lag te slapen toen hij thuis kwam. En Niels die gaat even op pad met Liam om heel eventjes de boel op te halen. Vind je het leuk? Volgens mij wel, hè? Het is een beetje nieuw, hè? Moeten we bij die anderen ook doen, hè? Op maat maken. Ja, dan kun je voor het zo mee. Ja, want je bent een grote jongen. Die duo-wagen die we hebben, die kan ook, daar kunnen ook twee kindjes in zitten. Ja. Dus dat is leuk. Dan kun je wat zit het mee. Dan kun je wat kijken. Ja. Ik ga heel eventjes een tutje en alles pakken voor hem. Zodat hij toch wat spulletjes mee heeft. En dan gaan ze de medicijntjes halen. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Kun je vertellen? Dat ben jij, hè? Huh? Ja, dat ben jij. Ja. Kijk eens hier. Dat ben jij. Ja, vertel eens hoe het met jou gaat. Dus vertellen. Wat, hoe gaat het met jou? Het gaat eigenlijk best wel prima met Jordi. Ik heb hem wakker moeten maken. En daarna heeft hij lekker gegeten. Ja. Kom je deze kant op. Staat hij niet aan? Mama hem aanzetten, zo. Dan doet hij het weer. Hij doet het weer, kijk maar. Het gaat eigenlijk best wel prima, zoals ik al zei. Hij heeft wel enige last. Hij krijgt zo dadelijk wel een flesje, maar dan hoeft hij nog niet naar bed. Maar dan heeft hij in ieder geval zijn flesje gehad. En Liam krijgt dadelijk ook weer een flesje. Want dan is het wel tijd voor Liam. Maar ja... We laten hem lekker juf Roos kijken en dan is hij content. En ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe het nu zit. Hij heeft volgens mij wel enige pijn, maar hoe het precies zit weet ik niet. Dat is een beetje dus blijkbaar moeilijk te vinden bij hem. Maar straks gaan Niels en ik jullie nog eventjes bijpraten over wat er nou precies gebeurd is en wat er precies aan de hand is. En Jordi... Hoe gaat het met jou? Hè? We gaan nu heel eventjes opa en oma bellen met de FaceTime. Zodat ze hem ook even gezien hebben. En dan ja, ga ik daar zijn flesje maken. De kindjes liggen inmiddels lekker te slapen. En wij gaan jullie vertellen, tenminste Niels gaat jullie vertellen, wat er vandaag allemaal is gebeurd met Jordi. En waar ze achter zijn gekomen. Zoals jullie weten ben ik vandaag met Jordi naar het Radboud geweest. Daar heeft hij een dagbehandeling gehad. Het plan was om hem een botoxbehandeling te geven. Aan zijn achterste een biopte af te nemen om te kijken of er nog slechte cellen in zaten. Die cellen zijn vorig jaar in september, als het goed is, allemaal verwijderd. Toen is 18 centimeter uit zijn darm gehaald. Ja. En zodat hij zijn poep niet ophoudt... Ja, daarvoor krijgt hij de botox. Doen ze botox erin, ja. Zodat hij daar niet ophoudt. En ze hebben zijn buisjes gecontroleerd. Ze hebben zijn darm gespoeld. En toen hebben ze een kleine ontsteking aan zijn darm ontdekt. Dus ze hebben geen biopt afgenomen, omdat dat te gevaarlijk is. Dat hij dan een bloeding krijgt. Maar de ontsteking was al aan het helen. Dus het was nu klein, maar hij moet vrij groot zijn geweest. Ja. En dat verklaart waarom hij zo'n pijn heeft gehad. En als hij nou weer een ontsteking toch weer erger wordt, dan moet hij een antibiotica kuur. Ja. Ze hebben ook zijn buisjes verwijderd. In de rechteroor hebben ze een nieuwe geplaatst. En zijn linkeroor was licht ontstoken, dus die moeten we nou blijven druppelen. Ja. En dan over 12 weken krijgt hij een hoortest. Ik dacht 6 weken.
Ja, 6 of 12 weken, een van die twee. Er staat 6 weken, meen ik. Mm. Ja. Dus dat is wat vandaag gebeurd is bij Jordi. Dus het blijkt dus dat hij ook echt oprecht pijn had. Ja. Zowel aan zijn oren als aan zijn darm. Ja, want die ontsteking in zijn oren is dan ook al langer geweest. Waarschijnlijk. Ja, alleen Jordi laat het niet zo goed merken als hij pijn heeft. Nee, helemaal niet. Hij gaat alleen een beetje zitten zeuren. Wij merken het wel. Ja. Vooral omdat hij 's nachts wakker wordt, omdat hij nooit eigenlijk 's nachts wakker wordt. Ja. Dat soort signalen, dat geeft ons aan dat er iets aan de hand is. Ja, alleen is het dan het probleem is, kom er maar eens achter wat er aan de hand is. Dat is eigenlijk het hele ding, want alles wat Niels net vertelt is inwendig. Dus wij kunnen never nooit niet die ontsteking aan zijn achterste hebben gezien. Wij kunnen nooit een oorontsteking hebben ontdekt bij hem. Het enige wat we kunnen kijken is zijn gedrag. En zijn gedrag geeft aan dat hij buikpijn heeft. En niet bij zijn oor, of je mag ook gewoon aan zijn oor komen, want ook ik heb zijn oor gedruppeld straks in Niels. Ik mocht gewoon aan zijn oor trekken en aan zijn oor wrijven en ik mocht gewoon alles doen. En normaal als je echt pijn hebt, dan kom je niet aan iemands oor. Dat laat je niet toe. Dus ja, bij Jordi is het gewoon heel lastig. Ja, omdat wij er 24/7 mee omgaan. Ja. Ja, weten we ja, hoe Jordi wel een beetje in elkaar steekt. Ja, dus ik had ook gezegd tegen de chirurg van ja, we hebben hem gespoeld en we hebben dit al gedaan en het werkt allemaal niet. En ja, dus de chirurg had al zoiets van dan wil ik toch die bioptafname doen. Want ja, het kan niet zo zijn dat hij binnen de 3 maanden al zoveel buikpijn meer zou mogen hebben. Terwijl hij wel in principe poept, maar het gewoon echt ophoudt. Hij is dus ook zijn bekkenbodem anders gaan gebruiken. Hè? In verband met de pijn dus die hij had. Maar ja, in ieder geval, het is nu zoals het is. We weten er nu van. We houden het in de gaten. We hopen nou dat het verbetering geeft. Ja, en dat het voor hem in ieder geval een opluchting is. Wel moet ik zeggen dat hij vandaag, toen hij terugkwam, al een stuk vrolijker was. Mm-hmm. Dus we zullen wel iets hebben gedaan waar hem verlichting heeft gegeven. Het is echt een bikkel, want hij heeft geen moment gehuild vandaar. Ja. Dat is ook voor jou in principe wel een fijn gevoel, toch? Ja. Dat, niet dat hij pijn heeft, maar dat hij het op de een of andere manier wel aan kan, of het snapt, of ja, in ieder geval dat hij snapt waarschijnlijk wel wat hij daar ging doen, zeg maar. Ik ga ook eigenlijk altijd mee met Jordi naar de OK. Ja. Eerst gingen we met z'n allen, of ja, met z'n allen, toen waren we nog met z'n drieën. Ja. Maar nou mag je alleen maar 1 ouder mee. Ja, er mogen 2 ouders mee, maar dan mag Liam weer niet mee. Dus kun je beter gewoon de ene kant thuis laten en de andere kant gaan. Ja, anders moet ik oppas regelen voor Liam. Nou zal dat niet de grootste issue zijn, maar maar ik doe altijd, ze vragen dan, moet hij een spray of iets, zodat hij rustiger wordt. Ik zeg, geen poespas. We zetten gewoon de tablet aan en gaan met de banaan. Ja, kapje op zijn snavel. En slapen. Mm-hmm. Nou moet ik er wel bij zeggen, en dat zei ik straks ook al, Niels is een stuk rustiger als ik. Dus, en Niels is iets beter in die dingen als ik. Dus het is voor Niels niet makkelijker. Maar hij kan daar beter mee omgaan, denk ik. Ja, hij kan de rust beter overdragen op Jordi. Ja. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, dit is dus wat er aan de hand is, momenteel. Hij slaapt nu lekker, ons beentje. Onze andere prins slaapt ook lekker. En wij gaan ook slapen. Ja, en wij gaan deze episode namelijk afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.